Deze video examen 2024 tijdvak 1, VWO wiskunde A en we doen vraag 4 en 5. Nou, door het trillen van de lucht hoor je geluid en deze trillingen veroorzaken een kleine variatie in de luchtdruk. Deze variatie in luchtdruk wordt geluidsdruk P genoemd. Nou, er staat nog een stukje tekst. We hebben een formule en je ziet dat D is uitgedrukt in de letter P. En P is dus de geluidsdruk, gemeten in micropascal. En D is weer het geluidsniveau in decibel. Bereken de geluidsdruk die hoort bij een geluid met een geluidsniveau van 70 decibel. Oké, dus D is 70. En als ik die D in de formule ga vervangen door 70, dan zet ik hem even op het end. En dan is dit wat ik krijg. Nou, dan ga ik aan de slag met de balansmethode. Want die min 26,03 gaat naar rechts. Ga je er dus bij optellen. Dus dan krijg je 70 plus 26,03. En dat is 96,03. Dan staat dit nog aan de linkerkant. Ik heb een vermenigvuldiging van 20, dus ik ga links en rechts delen door 20. Links, rechts. Ik pak mijn rekenmachine er even bij. En ik schrijf op 4,801. Nou, je moet weten dat als je een logaritme hebt en er staat geen grondtal bij, dan is het 10. Ja? Oké. Ik wil dus die P wil ik berekenen. Dat is dus eigenlijk de waarde van de macht. Hè? Dan is dit mijn grondtal en dan is dat mijn exponent. Dus dan krijg ik P is 10 tot de macht 4,801. Dat zet ik in mijn rekenmachine. Ik neem dat over. Ik ga nog even goed kijken naar de vraag. Want het moet namelijk in hele duizendtallen van. Moet een hele duizendtallen zijn. Dus ik maak daarvan 63.000 micropascal. Hoeft er niet achter. Dan gaan we naar vraag 5. Iemand doet de volgende bewering. Heb je die formule en je maakt de geluidsdruk 2 keer zo groot, dan neemt het geluidsniveau met 6 decibel toe. En dat moeten wij gaan aantonen met behulp van de rekenregels voor logaritmen. Dus die pak ik er even bij. Dus ik ga die P ga ik verdubbelen. Dus dan ga ik op de plek van de P, zet ik dan 2P. Dus ik ga mijn formule gewoon even zo schrijven. En nou, dat ga ik dan doen. Dat ziet er zo uit. Nou, dan zie ik hier tussen de haakjes een vermenigvuldiging. Dus ik ga even kijken welke rekenregel hoort daarbij. Nou, dan staat hij al. Van rechts naar links krijg je dan een optelling. Dus dat betekent dat die log 2p, die haal ik uit elkaar. Zodat ik krijg log 2 plus log p. Dan werk ik de haakjes weg. Dus 20 keer log 2. 20 keer log p. En er staat nog een getal. Nou, dan wordt het je misschien wel een beetje duidelijk dat dit is dan mijn oude formule. En dit is wat erbij komt. Ja? Dus heb ik dus P verdubbeld, dan heb ik dus eigenlijk mijn oude formule. Ja? En dit komt erbij. En dat zet ik in mijn rekenmachine. En inderdaad, dat klopt, hè. Er komt dus zeg maar 6 bij. Dus ik ga eventjes dat tekentje even een beetje veranderen. Zo. Met andere woorden, de bewering is juist. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik zeg tot de volgende keer.